Oké, we hebben een 10 kilometer ei wat uitkomt. En wat zal het zijn? Wat zal het zijn? Wat zal het zijn? Het is een... Een beldum. Altijd welkom, altijd goed voor de candies. In ieder geval misschien met goede IV zou ook leuk zijn. Op naar de intro. Hallo dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij een nieuwe video van Pokémon Go. Ik weet, het is een tijdje geleden geweest dat ik deze video's gemaakt heb. Er zijn een aantal dingen gebeurd qua school en thuis met familie en weet ik het allemaal. Verder allemaal helemaal niet belangrijk natuurlijk, want hetgene waar het nu om gaat is, ik ben weer terug. En we gaan gewoon gezellig weer Pokémon Go video's maken met z'n allen. Ik ga proberen om deze week alle andere clips die ik over heb van de afgelopen 3-4 maanden doorheen te douwen. Dat zijn nog flink wat community day shinies, eieren, dat soort dingen. Ik heb research boxen weggelaten, want ze waren absoluut niet zo spannend. En ik heb een hoop van de raids weggelaten. Maar deze 98% metagross was ik toch best wel behoorlijk blij mee. Nou, dan hebben we hier onze eerste shiny van de video. Dat is de Charmander van de Charmander community day van een aantal maanden geleden. Charmander Community Day, natuurlijk een van de mooiste community days, want Charizard en mensen wilden zo graag Charizard. In dat opzicht vind ik dat Niantic het de laatste tijd behoorlijk goed doet hoor, met de community days. Want ik ben natuurlijk wel aan het spelen gebleven, ik heb alleen gewoon de motivatie onder andere niet gehad om de video's voor jullie te gaan maken. Dus vandaar dat ik het nu allemaal nog een hoop clips over heb. Maar ja, betekent wel een hoop leuke shinies om met z'n allen naar te kijken. Een hoop prachtige leuke nieuwe dingetjes. En we zijn nog niet eens aangekomen bij de Squirtle Community Day of de Plusle en Minum event. Dat was namelijk insane. Ook later hebben we ergens nog een keer een video van Dortmund. Daar ben ik natuurlijk naartoe geweest voor een weekendje. Om te kijken wat we daar konden vangen. Dat komt er nog aan. Ik hoop dat jullie daar ook zin in hebben. En natuurlijk, als jullie nog iets van willen weten van waarom ik er nou precies niet was, je kan het altijd even in de comments vragen. Maar daar gaat het nu niet om. Wat een mooie Chimecho net aan de 10 kilometer. Ik bedoel, op zich heb je er maar één nodig en dan ben je wel klaar. Maar omdat hij zo zeldzaam is, ik dacht, die willen mensen vast nog wel zien. Dan hebben we hier een Charmander. Dat is de tweede shiny die we pakken. Dan, of de derde misschien al, misschien is het de vierde, ik heb geen idee. Het waren er een hele hoop in ieder geval. Charmander ging ik best wel redelijk. Maar ja, ik wilde er dan ook best veel hebben. Want ik wilde een Charmander hebben. Ik wilde een Charmeleon hebben. Ik wilde een gewone Charizard hebben. Ik wilde dan nog twee Charizards hebben die ik kon evolven voor Charizard X en Charizard Y. Wanneer mega-evolutie ooit naar het spel komt. Dus vandaar, ik had mezelf wel een behoorlijk hoog doel gezet voor deze community day. Ja. Ik hoop dat natuurlijk te halen. Het is best wel goed gelukt, geloof ik. Ik heb een vriend die had er pas zijn eerste shiny Charmander in de laatste 5 minuten of zo. Lang verhaal kort, die is aan het gooien geweest met zijn telefoon en zo. Gewoon zo slecht ging het. Want die was echt helemaal hyped aan het worden vanwege de community day. En ja, toen had hij best wel behoorlijk pech. Maar ja, weet je... kan gebeuren. Nu hebben we ruilen in het spel zitten en gifting. Dus als jullie willen, gooi gewoon je friendcode hieronder de video, dan voeg ik je toe. Ja. En dan gaan we dan gewoon nu onze Charmander evolven tot een Charmeleon en dan een Charizard. Want dan kunnen we zien hoe cool de Charizard eruit ziet wanneer die shiny is. Ik heb niet alle Charizards erin gegooid en alle evoluties. Ik heb er 4 gemaakt, 4 shiny Charizards en nog een paar gewone. Gewoon om de lengte van de video wat korter te houden. Maar ik heb wel de Charizards gemaakt, dus ik heb ze klaarstaan. Ja, huppatee, hier komt hij dan. De prachtige Charizard. Huppatee. Maar ja, nu ik weer terug aan het komen ben dan met deze video's. Hoe zouden jullie willen dat ik dingen ga veranderen? Wat voor video's zouden jullie willen? Want Minecraft wil ik eigenlijk niet meer maken. Ik heb Pokémon Quest al gespeeld, dus daar kan ik... Ik bedoel, ik kan wel opnieuw beginnen of zo, maar dat lijkt me dan niet zo heel spannend. Ik ben wel van plan om Let's Go Eevee of Let's Go Pikachu te gaan spelen hier op het kanaal. En de nieuwe Spider-Man game, wanneer die uitkomt, wil ik ook zeker gaan spelen. En de Super Smash. Maar in de tussentijd, wat zouden jullie willen dat ik hier doe? Want ik ga Pokémon Go content wel omhoog draaien natuurlijk. Vooral nu ik terug moet komen met al deze video's.
Ik wilde voor Pokémon Go ook nog wat andere dingen doen. Maar ja, laten we eerst even op de video focussen. Ik heb net een Shiny Kabuto gevangen en die ga ik nu evolven tot een Shiny Kabutops. Ik vind Shiny Kabutops een van de mooiste Shinies die we hebben. Niet per se, zeg maar, in de top 5 of zo, maar het is een mooie Shiny op zich. Ik vind hem leuker dan Kabuto, dat in ieder geval. En dan hebben we nu Mewtwo Raid. Dit is de hoogste Mewtwo die ik ooit voor mijn neus gehad heb. En ik heb best wel wat Mewtwo's voor mijn neus gehad ondertussen. Want het spel mag mij niet ofzo. maar ja, we gaan ervoor, weet je. Misschien kunnen we ooit een keer een Lucky Mewtwo maken. Ik heb wel wat vrienden ondertussen op 3 hartjes zitten waarmee ik dat al wel kan gaan doen. Oké, bal is gecurved. We hebben gewoon een nice curve. Is goed genoeg. Meestal voor Mewtwo. 1. 2 en hij komt er weer uit, helaas. Iets wat ik ook wel gemerkt heb, sinds ik dus een soort van mijn pauze, mijn vakantie, mijn break, mijn hoe je het ook moet noemen, gewoon mijn periode van YouTube weg heb gehad, dat ik wel echt meer tijd heb gestopt gewoon in het normale spel zelf. Gewoon dingen ben gaan doen als ratata's vangen, gewoon lekker bezig gaan met een Pikachu badge, dat soort dingen. En dat ik in het gooien en dat soort dingen echt een stuk beter ben geworden. Nou betekent dat niet dat ik dus nu ga stoppen met de YouTube-video's, want hey, dan gooi ik beter op die Pokémon's, want dat is natuurlijk onzin. Maar gewoon, ik had meer tijd, ik had meer motivatie om Pokémon Go zelf te spelen. En vandaar dat ik nu het zo doe. Het regent, ik weet niet waarom, maar het regent in het echt in ieder geval niet. Maar ja, dat hebben we wel vaker bij Pokémon Go. Nou ja, het zou leuk zijn als deze Mewtwo blijft zitten. Het is geloof ik de enige Mewtwo die ik gefilmd heb. De andere Mewtwo's waren meestal of niet hoog genoeg om gefilmd te worden, of ik ben gewoon vergeten om te filmen. Maar deze Mewtwo was wel het beste van alle Mewtwo's die we gehad hebben tot nu toe. Andere dingen die nog aankomen, natuurlijk de Articuno-dag. Met de Shiny Articuno en de Zapdos-dag met de Shiny Zapdos. Het schijnt dat Zapdos-dag een hele goede Shiny Rate heeft gehad. Dus ik ga het binnenkort aan jullie laten zien. Waarschijnlijk morgen, overmorgen, ergens eens een keertje. Ik doe mijn best zo snel mogelijk de video's eruit te pompen, jongens, echt waar. Maar het zijn veel clips. Echt heel erg veel. Dus werk een beetje. Geef me even een beetje tijd. Dan komen de video's er echt aan. Nou ja, we hopen dat deze Mewtwo nu bij ons wil blijven zitten. Het is een van de eerste Mewtwo's waarvoor ik echt mijn best ben gaan doen. Ja, na de eerste Mewtwo die ik ooit gevangen heb natuurlijk dan. Want deze heeft best wel goede IV's. En ik wil hem best graag hebben om te kunnen uppen. Kom op, Mewtwo. Je moet je handje zo naar rechts doen en dan gooi ik mijn bal met een perfecte excellent curve op je hoofd. Kijk. Huppatee. Oh, great. Nou, great is bij Mewtwo, weet je. Als je nog niet zo heel goed bent in gooien, zoals ik op dit moment, is een great ook goed genoeg. Dus maak je daar vooral niet druk over. Dan gaan we nog een keertje voor de Golden Res en de premium bal staat weer klaar. Kom op, Mewtwo. Je moet in de bal blijven zitten. En go. Oh, dat kost me een bal. Dat is zonde. Dat is zonde. Ik wil deze Mewtwo graag hebben. Kom op. Kom op, Mewtwo, je handje, nu. Kom op, Mewtwo, ga voor het handje. Oh, voor de jump dan. We hebben de excellent curve. Is het genoeg voor deze Mewtwo? 1, 2, 3. Nice. Daar ben ik blij mee. Laat me trouwens, als je deze video nog zit te kijken, laat me dan weten in de comments hoe je deze video gevonden hebt. Gewoon via YouTube heb je hem gevonden, op Reddit heb je hem gevonden, op Twitter. Heb je hem gewoon toevallig opgezocht? Ben je al langer gesubscribed? Laat me dat weten. Ik probeer doen we natuurlijk meer mensen te bereiken. Dus zou cool zijn. Dat was trouwens onze eerste Shiny Ho-Oh. Qua Shinies en Legendaries ga ik nog lekker. Ik heb nog geen Shiny Legendaries gemist. Dus in dat opzicht gaan we wel goed. Hier hebben we Alola Exeggutor. Ik vind het een van de leukste Pokémon's in het spel. En hij is niet eens zo heel erg slecht. Voor een grastype attacker gebruik ik vaak Alolan Exeggutor in gyms tegenwoordig. Vooral omdat hij natuurlijk de dragon type heeft, waardoor hij een aantal weaknesses mist, geloof ik. Plus, het is gewoon een leuke Pokémon om een beetje mee rond te kunnen spelen. En om een beetje mee te kunnen klooien. Dus ja, ik vind het een leuke Pokémon. Dan gaan we nu door naar 10 kilometer ei. Deze keer is het een 10 kilometer ei waaruit een Slackold komt eruit, ook goed. Prima, weet je, candies zijn goed. En Slaking is niet zo'n hele slechte Pokémon. Ik bedoel, ik gooi meestal in gyms gewoon
om de lagere levels weg te kunnen jagen. Maar ja, dit is het einde van de video. Dus als jullie genoten hebben, laat het weten met een like, comment, subscribe. En zie ik jullie bij de volgende.